Zo, eindelijk weer even rustig op mijn mooie troon zitten. Zonder een of ander gezooi. Oh, Tim is wel ontsnapt, maar dat maakt niet uit. We gaan binnenkort nog wel denk ik even langs. Ik ga denk ik even, zodat ik even de volgende planningen maken voor de... Om naar Valinor te gaan. Om daar... even daar een nieuwe basis op te zetten. Koning! Ja, wat is er, Stefan? Er is iets in Zieten. Wat dan? Er is een probleem. Ja, een probleem. Wat voor probleem? Waar is Jurre? Wat? Nee, ik weet ook niet. Is Jurre zeker weer naar Rofnes of zo? Ja, wacht, we gaan hem met je mee. Wat is het voor probleem? Wat is er aan de hand? Er is iets in de mijnen. In de mijnen? In de mijnen van Zietek. Wat gebeurt er dan? Er komen rare geluiden. Oké, Stefan. Ja. Kom maar mee. Hebben jullie wapens bij je? Ja, ik heb wapens. Ja. Maar wat is daar beneden aan de hand, zei je, Joseph? Ik hoor daar rare geluiden, voor de rest weet ik niks. Ik doe wel even wat monster skillen voor jullie weg. Oh, kijk uit. Joseph daar. Ja. Ik doe niks. Oké. Maar, en de inwoners van Zietek dan? Wat doen die dan? Zitten die in een huis of zo? Ik zou het niet weten. Jurre is er niet. En Stoont en zo ook niet. Ja, Stoont zit in zijn ondergrondse stad. Dus, ik weet niet. Oh, daar is Zietek al. Ik zie het. Oh, kijk uit. Oh, shit. Niet slim. Oh, Stefan, je vloog even. Ja. Erig! Oh. Ja, ik zie het. Yeah. Ah. Oké, ik heb wat rare loot. Oké, dat gooi ik even. Oké, daar is hij. Wat? Oké, daar is de mijn. Ja. Wat is. Ik zie nog helemaal niks. Oké, waarom. Oh, wow. Daar ging iets kapot, jongens. Wie gaat er. Kan iemand even naar beneden gaan? Ik ga wel kijken. Wacht even, ik ga even een hele kleine verdieping naar beneden. What the fuck, dit is gewoon helemaal kapot. Oh wat, ik hoor nu ook explosies. Ik ga wel even kijken. Net zag ik er een, maar ik hoorde hem niet. Wat fuck is dit? Kom maar mee. Nee, ik wacht even hierboven. Ik weet niet waar jij denkt. Oeh. Joseph, kijk uit, hè. Ja, ik kijk uit. Oh god. Stefan, maak jij alvast een pad voor mij? Ja, ik maak een pad. Ja. Er zijn hier twee wezens. Oké, hou ze onder schot. Ik kom eraan. Ja. Wacht even. Wacht even. Ik eet even de gouden appel. Oh, wat weet je? Ik ben naar beneden bij Joseph. Oké. Heeft iemand licht? Een iets voor een torch of zo? Ik heb geen torch nu, maar daar is het licht. Daar staat lava, dus dat zie je wel. Oh god, ik zie helemaal niks. Oh. Ik hou zonder schot. Ik zie ze niet. Ah, het is zo donker hier beneden. Ik kom eraan. Serious, heeft niemand van jullie een torch? Joseph, ik ben wel. Oh, ja, plaats. Ik zie geen ene. Oh, we zitten op de bed. What the fuck is dat? Hallo? Wat? Wacht, hallo? Hallo? Daar is nog eentje. Hallo? Wacht, we gaan even ergens anders praten, want dit is... Wacht even, dit is heel irritant. Ik kan niet eens fatsoenlijk zien waar we zitten. Zullen we meegaan? Ja, meekomen jullie twee. Oké. Heeft iemand nog een torch of zo? Ja. Hier is alweer licht. Oh ja? Waar? Ja. Oh daar, ja, eindelijk. Oké. Hier. Ja, je bent er bijna. Oké, wacht even. Kom even, hier omhoog. Wat de fuck is dit voor een rotzooi? Oké. Vertel op, wie de fuck zijn jullie? Nou, ik ben Daan. Ik ben Red. Ik denk dat wij. Ja, we zijn goblins. En we mijnen heel graag, dus. Noem jij dit serieus mijnen? Noem jij een hele mijn opblazen, noem jij dat mijnen? Tuurlijk, waarom niet? We krijgen er wel veel voor. Ja, zoals dit. Geef hier.
alstublieft. Maar hoe komen jullie hier dan? Zijn jullie ingewoond door Jurre ofzo? Of zijn jullie gewoon ergens random uit de grot gekomen? Ja. We leven hier gewoon best wel lang, denk ik. Zoiets. Ja. Ik weet niet of hij... Zeg maar dit. Oeh. Oh, nog meer diamonds. Ik had al diamonds. Ik heb hier nog wat. Oh, wauw. Oké, weet je wat? Ik denk dat... ik kan wel even aan Jurre navragen of jullie hier door Jurre zijn gekomen, maar ik denk het waarschijnlijk niet. Aangezien, wat de fuck is er mis met je gezicht? Ik weet niet, ik denk dat het door het duister komt ofzo. Hij was een jaar geleden in het lava gevallen voor de helft. En ik heb hem eruit gehaald en toen kwam hij er zo uit. Oh, dat zit niet goed. Een beetje aangebrand denk ik, zoiets. Ik denk het ook. Oké, weet je dat? Dat is niet fijn. Oké, kom even mee naar boven. Oh, kijk uit de creeper. Dus even je rug. Oh. Auw, oké. Hoe lang hebben jullie al wel eens... Hebben jullie daar eten wel daar beneden? Ja, ik heb hier nog een paar wortels. Wat de Ik ga soms boven de grond om wat koeien te doden voor het steak. Oké, weet je, Youssef, Stefan, maken jullie even de weg vrij. Ik praat even om tussen deze twee. Oké. Maar even de informatie. Daan zei jij, jij heet Daan toch? Ja. En jij bent Geert? Jo. Oh. Oké, maar... niet naar beneden gaan. Dat is weer gevaarlijk naar beneden. Oh, wat was dat? Was dat hier een team? Dat was ik. Ja, even als je daar even mee stopt, wat... Oké, maar even de informatie, jullie zijn nu in Mignos. In de mijnen van Citec, dat is een dorpje hier, ik weet niet. Hebben jullie een thuis, een huis of zo? Nee. In de grond. Oh ja. Ja, we hebben een ondergrondse stad, maar ik kan jullie ook naar Jurre toe brengen, dat jullie hier in de mijnen gaan werken. Maar zijn jullie wat doe jij? Ja, mij maakt het niks uit. Ik denk dat ik stuur jullie gewoon naar Jurre toe, maar waar zijn jullie goed in, behalve mijnen? Nou, ik kan best wel bij de boog dingen doen. Zoals, ja, alles een beetje. Maar hebben jullie ook oorlog gevoerd dan? Nee. Nee, ik ook niet. Maar we moeten natuurlijk wel mobs killen. Ja, dat geloof ik. Stefan, is er al een weg vrij? We zijn nog bezig. Oké, wat? We lopen al een klein stukje naar boven. Ik neem jullie mee naar... Mignos, naar de hoofdstad. Kijk jongens, daar is het. Athan. De hoofdstad van Mignos. Ik denk dat jullie wel een huisje kunnen vinden hier. Veel succes daar. Ik stuur Jurre zo snel mogelijk op jullie af. Dat hij jullie naar de mijn brengt en uitlegt hoe het daar werkt. In ieder geval, Stefan, ik ga weer terug naar mijn troon. Jij bewaakt waarschijnlijk wel met Youssef ofzo. Ja. In ieder geval, jongens, veel succes. Ik stuur Jurre binnenkort wel op jullie af. Oké. En jullie krijgen binnenkort trouwens ook nog strijdpijlen en alles. Dus daar informeer ik jullie straks nog wel een keer over. Gegroet. Gegroet.